Hallo, kijk zo niet meteen. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met de architect. De vorige week ben ik hier gebleven en we zijn nu. Nou ja, we zijn nu hier in ieder geval mee bezig. Ik wil deze aflevering sowieso de monitor van bewakingscamera's en de. Ja, de bewakingscamera's. Überhaupt zelf helemaal in de gevangenis gaan plaatsen. En misschien dat ik daar dan nog even een nieuwe ruimte voor ga maken. Of even kijken wat we hier eigenlijk allemaal nog voor subsidies hebben. Fabriek zal voor gevangenen, initiatief voor personeelswereld zijn. Nou, die heb ik toch al bijna klaar, denk ik. Dat weet ik niet heel zeker. Hulpmiddel verwijderen, investering. Cellenblok B. Nou, dat hebben we ook allemaal al gedaan. Dus in principe hebben we eigenlijk binnenkort niet meer zoveel nodig. Oké, we krijgen natuurlijk weer een beetje de gevangenen binnen. En ik ga nu even als eerste deze. God, 80.000. Nou, dat kan er nog wel even mee door. Want ik ga ook even gelijk een grondig onderzoek plegen. Want we moeten natuurlijk wel even een beetje de veiligheid hier inhouden. Oké, maar wat ga ik nou even doen? Want sowieso krijgen ze al onderwijs. Dat is sowieso al waar. En wat nog niet echt zo handig is, is de dagelijkse cashflow. Dus we hebben waarschijnlijk toch wel wat meer cellenblokken nodig, denk ik. Dus ik ga alvast gewoon weer even een nieuwe gang tekenen. Dan zetten we dan gewoon hier weer de ingang naar de celblok. En dan hebben we hier dan nog een klein gangetje. Nee, dan maak ik dat dan gewoon zoiets. Moet ik even kijken hoe ik dit ga doen. Want hier wil ik dan een beetje hetzelfde hier hebben. Dan zit hier normaal de gang en hier. Dus ja, in principe aan deze kant hoeft toch niks op het moment. Dus op zich zou ik gewoon hier een gang moeten maken. Ja, zoiets dus. Hoe groot zijn deze gevangenisjes? 4x5. Zoiets. Dus dan komt er daar weer heen. Dan wil ik hier dit keer dan wel een 3x3 gebeuren hebben. 3x3 gang. Deze tussenmuur hoeft dan op zich niet, maar oké. Dat weet ik dan nu ongeveer wel. Oh. Oké, er ging net iets blinken, blink, bling. Weet je wat het was? Oh, ik denk die onderste gebeuren, die object even zo, weet ik veel. Dat mag zijn. Oké. Okay. Onderzoek hebben we ook al vast klaar. Dan kunnen we hier bijvoorbeeld misschien maximaal beveiligde gevangenen van maken. Dat die hier komen te zitten. Hier komen dan ook weer cellenblokken terecht. En dan hier. Komt net niet goed uit. Weet je wat, dan zetten we deze gewoon toch wel ietsjes eentje maar boven. Zo, dan haal ik deze even gewoon weer weg. Dan zal het, als het goed is, wel moeten. Goed moeten gaan. Zoiets. En dan hier. En dan nog hier. Oh ja, isolatiecellen, dat hadden we al. Ja, nee, dat klopt. Nou, op zich.
Ja, dat ga ik doen. Dan ga ik hierboven dan ook nog wel een keertje wat meer cellenblokken maken. Want dan hebben we hier in ieder geval de ruimte ervoor. Dus als ik dan bijvoorbeeld gewoon eventjes hier alvast een tijdelijke blauwdruk neerteken. Die dan ongeveer een beetje zo laten lopen. En dan met hier gewoon nog weer cellenblokken, dan weet ik ongeveer wel een beetje wat voor moet komen. Want dan hebben we hierboven ook nog heel wat cellenblokken om te maken. Maar hoeveel groot wil ik dit ongeveer gaan maken? Ik ga gewoon even tekenen om te kijken hoe ver ik het ongeveer ga maken. Dan gaan we die even wat meer naar de maximaal 50 gevangenen. Die krijgen dan gewoon een nieuwe cellenblok, een nieuwe kantine en dat soort dingen. En misschien ook een nieuwe luchtplaats. Misschien dat ik dat dan gewoon hieronder ga bouwen. Dus bijvoorbeeld, even zien. Kantine. Daar hebben we de stroom en zo hebben we dan ook nog behoorlijk dichtbij. Ja, dat kan op zich wel. De keuken type 15 en dan kunnen we hiernaast wel gewoon een luchtplaatsje maken. Luchtplaats voor de L. Nou, dit snap ik dan wel. Dan maak ik gewoon dit als celblok. Celblok met alles een beetje nog apart. Oh ja, dan moet er natuurlijk ook nog even een douche bij komen. Dus misschien die zet ik dan gewoon nu eventjes hier neer. Want als we het ooit nog eens een keer willen gaan uitbreiden, dan hebben we dat tenminste alvast hier neerstaan. Dat hoef ik natuurlijk nog niet gelijk wat te hebben, maar hier al die cellen. Of dat, ja, even kijken hoe ver dat precies komt. Net niet heel goed uit, dus we moeten het wel zo even doen. Dus de D van de douche. Ik dat ook even onthouden. Oké. Ja, dan hebben we dit dus alvast. Hier kunnen dan nog ooit een keer wat meer celbakken komen. Hier gewoon die gangetjes zelf wel een beetje lopen. Zo ongeveer. Ja, dat is op zich nu wel goed. Dus ik ga dat nu gewoon even bouwen. Oh. Oh ja, dat ging ook heel goed. En dan meteen deze gang nog. Hebben we dat allemaal alvast weer gehad? Ja. Ook al zou ik hier eentje kleiner van maken, dat zal dan. Nee, daar zal geen verschil uit maken. Als ik hem nou deze gang naar 2 breed maakt, dan kan het op zich wel. Nou, daar wacht ik nog wel even mee. Dat kan altijd nog wel op zich. Niet nu al gelijk gaan denken. Want we hebben nu ongeveer 147 cellen hebben we op het moment. Dus dan moet ik dat eigenlijk even een beetje ergens neerschrijven. Of zo weet ik wel hoe ik dat ga doen. Pff. 147 of zo. Gewoon hier even neerzetten.
147, dat is ik wel een beetje. Oh, okay, nee, dat wordt er niet zo. 147, dan weet ik wel een beetje waar het op gaat. Zo, nee, ja, dat is beter. Er staat al gewoon heel duidelijk 147 en dat zou ik wel snappen. Niet zoveel te zijn. Redelijke ding is dit dan. Oh, er is weer een tunnel. 3? Oh my god. Gelijkbaar is er weer een ronde. Holy fuck. Dus, oh my god, er zijn heel veel tunnels gegraven. Dat is niet goed. En moet je nagaan, ik keek... zo straks nog, een beetje aan het begin van de aflevering. En moet je kijken hoeveel van die tunnels er zijn gegraven. Dat is niet goed. Dan is er iets wat niet mogelijk moet zijn. Ofwel, maar hey. Holy Jesus. Oké. Okay. Daar zijn tunnels gegraven. Hier is een tunnel gegraven. Eerst maar gewoon even vanaf de bovenste cellenbak gaan checken. Daar is een hele cellen, heel wat cellen er doorheen gegraven. Oké, dan gaan we even hier kijken of hier nog wat zit. Oh, ik zie nu pas dat we hier nog niet de grond in hebben aangepast. Hier is er eentje. Hier is er één. Oh, Jesus, hier is ook gewoon een hele stafingsvolging geprobeerd. En hier. Oké, okay, die is er helemaal doorheen gekomen, zo te zien. Hier is er weer eentje. Hier is er ook een eentje geprobeerd om te ontsnappen. En ja, laten we raden. Dan gaan ze weer de hele makkelijke weg zoeken. Gaan ze gewoon hier doorheen en dan ja. En dan heb je dat zo, ja. Weet je wat ik dan ga doen? Is een waakhond hier neerzetten. Waakhond of 2. Misschien zelfs 3. Dus dan moeten we wel even het voor aannemen. Oké, waarom ligt hier geen wc in? Hier ook niet. Waarom ligt daar geen bed in en waarom daar niet? Leg me dat eens gewoon eens uit. Waarom die fucking... Waarom die mensen altijd zo dom zijn om alles neer te plempen. Daar ben ik helemaal gek van. Daar zitten ze weer niet. Dat er natuurlijk weer allemaal overgekopieerd wordt. Dus krijg je dan gezeik weer. Oké, daar is het allemaal wel. Maar dan hebben ze hier geen bedden. Hier geen bed. En ook hier geen bed. Ja, nee, soepel gaat het. Jemig. Oké, maak dit ook gewoon... Nee. Deze muur slop ik er even uit. Dan heb ik hier gewoon een gangetje van. En dan maak ik daar een deur met een gevangenisdeur. Deze deur natuurlijk ook ontmanteld worden.
Oké, okay, dus mijn logistiek werk gebeuren. Oh. Dus dat zal toch betekenen dat hier dan ook muren moeten komen zitten. En een gevangenisdeur. Echt, holy fuck. Hoeveel van die dingen we wel niet tegenkwamen? Dat is niet gezond. Echt niet. Oké, okay, dit teken ik alvast in voor de volgende aflevering. Hier komt dan de kantine. Hier mag dan mooi de keuken komen. En dan hier... Daar is de luchtplaats. Komt de luchtplaats. Zo zet ik dit ook alvast even met de logistiek even zo. Zo. Hebben we dat ook alvast weer helemaal gehad. We hebben dus 245 of zo gevangenissen nu in totaal. Ja, 245 gevangenen. Hey, waar ga jij heen? Dat is niet de bedoeling. Dus. Zien deze, die gooi ik helemaal open. Deze die mag van mijn pad gewoon helemaal dicht. Oké, okay, totaal aantal gevangenen. Dat moet worden. Dus dan heb ik ongeveer... ...230. Oké, okay, top. Nou, behalve... Ik ga nu deze aflevering weer eens afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.